periode van 6 maanden worden er in België zo'n 150 verdachte gevallen verwacht van mensen die mogelijk besmet zijn met ebola. Dat is er bijna 1 per dag. Toch is er geen reden tot paniek, want de kans dat er in ons land een ebola-epidemie uitbreekt is zo goed als onbestaande. Dat zegt infectiespecialist Steven Kallens van het UZ Gent in gesprek met Actua TV. Professor Steven Kallens. U bent specialist infectieziekten in het Universitair Ziekenhuis Gent. Wat maakt ebola nu eigenlijk zo gevaarlijk? Het is een onbekende vijand, je kan die niet zien en je kan er gemakkelijk aan sterven. Als we die infectieziekte vergelijken met een agressieve griep, waar zitten dan de verschillen tussen die twee ziekten? Wel, van een griep is het zo dat minder mensen zullen overlijden. Van een griep is het zo dat men er wel kan aan overlijden als men onderliggende aandoeningen heeft, als men longaandoening heeft. Zeker mensen die wat ouder zijn kunnen eraan overlijden. Maar het grote verschil met de griep is dat de griep veel meer slachtoffers veroorzaakt ieder jaar. Honderdduizenden slachtoffers veroorzaakt ieder jaar. Terwijl ebola epidemisch voorkomt en dan tot vroeger enkele honderden slachtoffers maakte, maar dat nu natuurlijk veel meer zijn dan de vorige epidemies. Ja, een griep is ook overdraagbaar nog voor er symptomen zijn, terwijl bij ebola moeten er eerst symptomen zijn en eigenlijk is die ziekte dan pas eigenlijk overdraagbaar. Inderdaad, hè, er zijn verschillende ziekten die overdraagbaar zijn voordat er symptomen zijn. Griep is daar een zeer goed voorbeeld van. En niet alleen dat, maar griep is ook overdraagbaar via de lucht en kan zich veel sneller verspreiden. Ebola, daar moet je direct contact met een slachtoffer mee hebben. Ja, als we nu kijken naar de huidige epidemie van ebola, waarin verschilt die dan van de vorige? Maar het groot verschil tussen de huidige en de vorige epidemies is dat in de huidige epidemie het transportsysteem veel beter ontwikkeld was dan bij andere gebieden waar dat ebola voorgekomen is. Dus mensen kunnen veel gemakkelijker van één gebied naar een ander gaan, kunnen veel gemakkelijker een grens oversteken. Bovendien is het in een gebied waar die net uit een burgeroorlog komt en dat maakt dat de gezondheidszorg nog niet zo sterk was en dat het wantrouwen ten opzichte van de overheid heel groot was. Dus de initiële aanpak is daardoor heel sterk bemoeilijkt geweest en voordat men goed en wel wist dat het ebola was, waren eigenlijk heel wat mensen die al heel ver gereisd hadden. Ja, bij die definitie van die ziekte is het ook belangrijk om te weten wat eigenlijk die incubatietijd is. De periode waarin die ziekte zich ontwikkelt, staat daar een vaste termijn op? Er is een incubatietijd die gekend is van 2 tot 21 dagen. En hoe meer virus dat je in je krijgt, hoe sneller dat je ziek zal worden. In de huidige epidemie weten we nu dat dat ongeveer 11 dagen duurt tussen de tijd van infectie, de eerste maal dat het virus het lichaam binnenkomt, en de eerste symptomen. Ja, ebola is veel meer besmettelijk dan andere infectieziekten. Omdat er meer virussen aanwezig zijn in het lichaam? Absoluut. Dus iemand die geïnfecteerd wordt door het virus, die heeft tussen de 10 miljoen virussen per milliliter in zijn bloed. Dus dat is eigenlijk enorm veel. Bovendien weten we om geïnfecteerd te raken. Men raakt dan geïnfecteerd als er een spat in het oog, in de mond of als de huid onderbroken is. En daar hebben we maar 1 tot 10 partikeltjes voor nodig. Dus dat is eigenlijk een zeer, zeer kleine hoeveelheid. Ja, vandaar dat je als je met een ebola-patiënt in aanraking komt, dat je moet volledig geïsoleerde beschermende kledij dragen. Ja, absoluut. Dus we bedekken onszelf van kop tot teen om zeker te zijn dat er geen enkel druppeltje is die ergens op het lichaam terechtkomt, waardoor dat we ons dan zouden kunnen besmetten door bijvoorbeeld met ons vinger in onze mond, in onze neus, in onze oog te komen. Ja, nu, ik lees in de pers dat het uittrekken van die kledij het meest gevaarlijke moment is. Absoluut. Omdat wij eigenlijk als gezondheidswerkers zijn we getraind om patiënten te beschermen en minder getraind om onszelf te beschermen. En in dit geval is het essentieel goed dat we de pakken uittrekken. Bijvoorbeeld na een operatie, dit zijn de pakken die we kunnen gebruiken bij een operatie, maar na een operatie kunnen we die pakken uittrekken en dan gaan we ons handen wassen en dergelijke meer om als er ergens een bloedspatje is dat weg te wassen. In dit geval kunnen we ons die fout niet permitteren, net omdat je zo weinig virus nodig hebt om geïnfecteerd te geraken. Dus die stappen die je neemt om het pak uit te trekken, ja, die moet je op een militaire manier doen of dat moet bijna in trance zijn, dat je de stap voor stap in je hoofd afspeelt terwijl dat je het uittrekt.
Ja, en is de oplossing dan van daar, wat men dan noemt, een buddy bij te zetten die bekijkt wat er gebeurt en je zegt ook pas op, daar gebeurt iets dat fout gaat? Of? Absoluut, omdat onze gezondheidswerkers niet zo vaak moeten werken met dergelijke hooginfectieuze pathogenen, is het essentieel dat er iemand gaat kijken waar dat jij de fouten legt. Men heeft ervaring, zeker in de Verenigde Staten, nu ook in Spanje en in Dallas, waar men eigenlijk gezien heeft dat de fouten bij het uittrekken van de kledij is, omdat er na enkele dagen een soort gewenning optreedt en omdat men die procedure niet meer met militaire precisie gaat gaan uitvoeren. Er is een soort van battle fatigue om dat uit te trekken. En dat moeten we bestrijden. En dat bestrijden we door een buddy die eigenlijk niks anders doet dan dat. En bovendien, een buddy-systeem heeft het voordeel dat je ook vertrouwen kunt schenken aan de mensen. Dat je kunt zeggen, nee, maar je bent eigenlijk goed bezig. Je moet niet bang zijn van deze ziekte. En hoe meer dat je het gewoon wordt, hoe beter dat je het kunt doen natuurlijk. Maar uiteraard, dat uittrekken moet altijd op een militaire manier gebeuren. Ja. Als je een ebola-patiënt hebt en je blijft eigenlijk op 2-3 meter afstand van die patiënt, dan loop je op zich theoretisch geen gevaar. Ja, dan loopt inderdaad geen gevaar, omdat het virus zich niet kan overzetten via de lucht. Er is een theoretisch risico, maar dat is dan ook weer voor onze gezondheidswerkers die met dat lichaam, met die persoon moeten gaan werken. Bijvoorbeeld bij het prikken van bloed of bij het intuberen of bij gelijk welke actie dat we stellen in intensieve zorgen, dat er druppeltjes in de lucht zouden komen. En theoretisch zou het dan zo wel kunnen overgedragen worden. Maar iemand die ziek is in de gemeenschap waar dat geen handelingen mee worden uitgevoerd, die kan het virus niet overdragen. Ja, dus maar eigenlijk zijn artsen en verplegers de grootste risicogroep. Absoluut. Voor besmetting. Absoluut, en dat zien we nu ook in Spanje en de Verenigde Staten natuurlijk, dat die secundaire gevallen die er zijn, zijn allemaal verpleegkundigen die jammer genoeg geïnfecteerd geraakt zijn. Ja. Hebben we daar de verklaring voor waarom die mensen blijkbaar fouten gemaakt hebben in die procedures? Well, ik denk dat de procedures die uitgeschreven zijn, dat heel stevige, correcte procedures zijn. Artsen zonder Grenzen heeft daar een enorm grote ervaring mee, al 30 jaar dat zij ebola gaan bestrijden ter plaatse. Maar die habitude om het te doen, die gewoonte om het aan te trekken en uit te trekken, dat worden we niet aangeleerd in onze scholen. We hebben het ook nooit nodig natuurlijk. Dat is ook normaal dat we het niet moeten doen. Maar het is die training die essentieel is om fouten te vermijden dan. Ja. Misschien een economische vraag. Die pakken die zijn nu al zeer gevraagd blijkbaar. Ik kan me inbeelden dat je die niet overal kan kopen. Is die markt breed genoeg om aan de huidige vraag te voldoen? Wel, het is eigenlijk niet één soort pakken die je nodig hebt. Wat essentieel is, is dat de kledingstukken, de persoonlijke beschermingspakken die we aandoen, dat die ondoorlaatbaar zijn voor vocht. En dat mag eigenlijk... Dat zijn veel verschillende materialen die we daarvoor kunnen gebruiken. Natuurlijk is het beter van een uniform materiaal te hebben, zodanig dat doorheen de verschillende centra dat kan uitgewisseld worden. Maar eenvoudige operatiepakken, de handschoenen die we gewoon zijn in de operatiezaal en dergelijke meer, die zijn even goed beschermend. Ja, goed. Het grootste risico wat we in België lopen, noemt men eigenlijk de importgevallen van ebola. Ja, die lopen dan, veronderstel ik, meest of in 100% via luchthavens. Want over zee met een incubatietijd van 8 dagen is het risico klein dat je nog kan een geval anoniem importeren. Ja, dat zou inderdaad heel moeilijk zijn. Als er al op een schip een uitbraak zou zijn, dan kan dat nooit de haven van Antwerpen bereiken. Dus dat lijkt mij minder waarschijnlijk. Maar inderdaad, het zijn vooral de luchthavens waar dat we ons op moeten concentreren. En zelfs meer de vluchten. Hè. Men moet de verzekering kunnen geven vanaf dat de mensen op het vliegtuig stappen totdat men genezen is van ebola. Ja. Een vraag die zich ook stelt is, een ebola-patiënt die in België zou zijn, de kans is reëel dat hij in aanraking komt met de geneeskunde via een huisarts. Zijn die huisartsen voldoende geïnformeerd over dat risico? De huisartsen hebben een schrijven gekregen van de Vlaamse overheid. Men heeft de richtlijnen die vanuit de federale overheid opgesteld zijn, opgestuurd naar de huisartsen. Natuurlijk met de aanstelling van een nationaal ebola-coördinator hopen we dat die
nog aangescherpt zullen worden, die communicatie. Maar dat zal natuurlijk afhangen van de coördinator zelf. Ja, want die huisarts kan op zich niet onmiddellijk zien als iemand een ebola-risico heeft of niet. Nee, dat is waar. Anderzijds is het zo dat ebola zeer infectieus wordt als diarree of braken aanwezig is. En dat komt meestal niet in de eerste dagen van de ziekte. Dus bijvoorbeeld iemand die zich presenteert bij de huisarts, ja, die gevallen die kunnen getrieerd worden door drie eenvoudige vragen. Hebt u koorts gehad? Komt u uit West-Afrika, uit een van de gebieden waar nu ebola aanwezig is? En hebt u contact gehad met een ziek persoon? Als dat het geval is, ja, dan is het beter van de patiënt wat te isoleren en dan via de gezondheidsinspecteur de gepaste stappen te ondernemen. Ja, er is al veel te doen geweest over de vraag als wij klaar zijn om ebola-patiënten op te vangen. Wat is eigenlijk het antwoord op die vraag? Ik denk met de aanstelling van een nationale ebola-coördinator dat het eenduidig ja is. We zijn klaar om ebola-gevallen op te nemen. Ik heb er al het vertrouwen in dat de coördinator die nu aangesteld is, die een ruime ervaring heeft in tropische pathologie, die al lang in het tropisch instituut werkt, alle gepaste maatregelen gaat nemen om een geval, moest het zich al voordoen in België, op een gepaste wijze te kunnen aanpakken en om die verspreiding in de gemeenschap te stoppen. Ja, want die coördinator is dokter Erika Vliegen van het tropisch instituut in Antwerpen. Ja. Als je een patiënt zou lokaliseren op de luchthaven, bijvoorbeeld in Zaventem, moet die in een speciale ambulance, kan die in een gewone ambulance? Of? Well, dat is een beetje afhankelijk van de symptomen die de patiënt heeft. In België is het zo dat we het nu één ambulance hebben die operationeel is om de besmettelijke gevallen te kunnen transporteren. En die capaciteit wordt misschien nog uitgebreid, afhankelijk van hoe dat de epidemie zal evolueren. Maar de nodige contacten om een patiënt op een veilige manier te kunnen transporteren, die zijn al gekend. Het geval dat er geweest is in Braschaat is met de nodige ambulances kunnen vervoerd worden. Twee ambulances waarbij dat de artsen in de tweede ambulance zitten. De isolator is voorhanden, de filter is voorhanden, de trainingen zijn gegeven enzovoort enzovoort. Er zijn in het parlement een aantal hoorzittingen geweest rond ebola. Toen zei minister Ontslagnemen, minister Onklings, van ja, Neder-Overheenbeek, het militair hospitaal, moet eigenlijk uitgerust worden. Enkele weken later bleek dat de militaire staf zelf zei, we kunnen dat niet, we hebben niet de middelen en we hebben niet de capaciteit om dat te doen. Zijn de algemene ziekenhuizen of de universitaire ziekenhuizen, hebben die capaciteit? De universitaire ziekenhuizen die hebben capaciteit om een patiënt gedurende een 72 uur op te vangen. Universitair ziekenhuis van Antwerpen, van Sint-Pieter en van Leuven, die hebben een capaciteit om dat iets langer te doen. Maar met een coördinatie die er nu zal komen, zal er zeker uitbreiding zijn van de capaciteit om een geval gedurende een langere tijd te kunnen opnemen. Bovendien is het zo dat er al geruime tijd contacten zijn met het buitenland en moest er zich een geval voordoen in België en als er capaciteit is in het buitenland, dan zal de patiënt naar daar getransporteerd. Ja, kijken we dan naar Nederland of naar Duitsland? Dan kijken we naar een eenheid waar een bedden zijn die gelegen zijn in een hoogveiligheidsafdeling. En dat kan zowel de UK, Frankrijk of Duitsland zijn. Maar goed, ook dit zal de komende weken verder worden uitgewerkt. Ja, eens die patiënt is opgenomen, dan kan u eigenlijk alleen maar symptoombestrijding doen. Eenmaal die patiënt is opgenomen, dan kan er inderdaad alleen maar symptoombestrijding gebeuren. En geven we ook breed spectrum antibiotica en gaan we sowieso ook malaria gaan behandelen in deze patiënten om zeker niks te missen en om ze de maximale overlevingskans te geven. Er zijn een aantal experimentele geneesmiddelen en ook daar heeft de overheid al stappen ondernomen voor moest het geval zich voordoen dat contacten kunnen genomen worden met die firma's die experimentele geneesmiddelen kunnen aanreiken. Ja, u had het daar straks over die battle fatigue. Wordt die versterkt door het feit dat men alleen aan symptoombestrijding kan doen? Het is zeker niet gemakkelijk om als gezondheidswerker een patiënt in een slechte toestand te zien en toch vooral aan je eigen veiligheid te moeten denken. En dus is het niet gemakkelijk
Het is psychologisch heel moeilijk om voor dergelijke patiënten te zorgen. Zeker in een ebola-epidemie waar er veel meer slachtoffers zijn dan dat we hier ooit zullen te betreuren hebben, is dat zwaar. Dat is zwaar, ja. Ja, dat is zo'n bedenking die je dikwijls hoort als het gaat over ebola en België. Wij hebben heel labo's die kunnen ebola identificeren. We moeten naar Duitsland, naar Hamburg. Is dat zo'n specifieke techniek of technologie om dat te kunnen vaststellen? De technologie om het te doen, die is aanwezig in België. En opnieuw, dit zal op het bord liggen van de nationale ebola-coördinator. Daar ben ik zeker van. En er is zeker interesse om de techniek ook hier in België te kunnen toepassen. Het grote gevaar bij een dergelijke pathogeen is dat er transmissie, dat er overzetting zou zijn in het labo. En dus tot nu toe was eigenlijk de regelgeving dat dit moet gebeuren in een P4-labo, L4-labo, de maximale beveiliging. Maar met de nieuwe technieken die beschikbaar zijn, een PCR, zou dat eigenlijk ook al kunnen in een L3-labo. En daar ben ik zeker van, daar zullen ze de volgende dagen werk van maken om dit ook in België te kunnen uitvoeren. Maar blijkbaar werkt het nu al, want binnen de 48 uur krijg je een resultaat terug met een definitief uitsluitsel blijkbaar. Absoluut. Dus het was zo dat voor de huidige epidemie dat er maar 5 of 6 labo's in de ganse wereld waren die geaccrediteerd zijn om deze diagnostiek te doen. Men heeft natuurlijk gezien dat met de ganse crisis in West-Afrika dat het noodzakelijk is van meer labo's te hebben die dat kunnen doen. Er zijn zelfs labo's die die PCR-techniek ter plaatse in de ebola-landen gaan doen in een tentje. Dus dat is zeker mogelijk. Ja. Voor een algemeen ziekenhuis die zou moeten een ebola-patiënt opnemen, is er natuurlijk een grote uitdaging, want ze kunnen een algemene werking moeilijk hypothekeren door één patiënt op te nemen. Ja, vandaar dat het in een netwerk gebeurt. Hè. En opnieuw, ik ga mijn beurt niet voorbij spreken, dit is voor de nationale coördinator, maar de werking tot nu toe was eigenlijk dat als er een verdacht geval is, dat dit preferentieel in een tertiair universitair centrum wordt opgenomen en dat indien het bevestigd is dat het naar een nationaal centrum zou gaan die inderdaad uitgerust is, zijn er de 3 centra die ik daarnet heb opgenoemd. En in de toekomst, dat zullen we zien met de nationale coördinator, zal dat anders georganiseerd worden of op dezelfde manier georganiseerd worden. En een regionaal centrum die een verdacht geval zou hebben, die kan altijd onmiddellijk met de gezondheidsinspecteur contact nemen, die dan de nodige zaken zal regelen, zodanig dat deze patiënt kan afgevoerd worden naar ofwel een tertiair centrum ofwel het centrum die bevestigde gevallen opneemt. Ja, het is een zeer gemediatiseerde ziekte. Elk detail dat nu nieuw bekend wordt, wordt onmiddellijk de wereld rondgestuurd. Terwijl het risico eigenlijk objectief kleiner is dan bij andere besmettingsziektes. Ik denk dat minister De Blok de vinger op de wonde legt als zij zegt dat wij eigenlijk in een angstpsychose zitten voor ebola, voor een infectieziekte die nog wat de ver van mijn bedshow is. Ik denk dat we moeten voorbereid zijn op gevallen die zich zouden voordoen in België, maar eigenlijk is die algemene angst niet nodig. Ja, nu die angst wordt natuurlijk meegevoed door het feit dat die ziekenhuizen die al ebola-patiënten hebben opgevangen, blijkbaar fouten hebben gemaakt. Dus mensen verliezen hun geloof in dat gezondheidssysteem en zeggen van, ja, die ziekte slaat wel om zich heen. Ja, nog eens, de procedures die zijn opgesteld, die zijn eigenlijk zeer goed, maar de uitvoering moet ook perfect zijn. En we hebben daaruit geleerd, de gevallen die in Spanje geweest zijn, de gevallen die in de Verenigde Staten geweest zijn, daar leren wij uit dat elk detail correct moet zijn. En wat gebeurt binnen de universitaire ziekenhuizen, ook hier in het universitair ziekenhuis in Gent, is dat we nu een wekelijkse coördinatie hebben, dat we die trainingssessie, dat we die gaan opvoeren, dat we gaan proberen van regelmatiger te communiceren, net om die angst onder controle te houden. Ja. Er zijn nu al cijfers die eronder doen, 4000 doden, 12000 besmettingen. Bestaat er een soort methodiek of een soort cijfercurve van, waarvan je zegt van je moet over die top gaan om te kunnen die epidemie te zien afnemen op een bepaald moment? Nee, dat kunnen we niet doen in de huidige epidemie, omdat de ervaring die we hadden uit het verleden niet helemaal meer klopt. Er zijn een aantal factoren die erbij gekomen zijn, zoals ik al zei, het transport, het wantrouwen ten opzichte van overheid, de
wat mindere organisatie van de gezondheidszorg ter plaatse en dergelijke meer, die niet kunnen ingecalculeerd worden. En er is bovendien nog een tweede zaak die belangrijk is, is dat het een geografisch zeer uitgebreid gebied is waar dat de ziekte zich voordoet. Dus dat zijn extra moeilijkheden die er zijn om de epidemie onder controle te krijgen. Maar dat ze onder controle zal komen, ja, daar heb ik geen twijfels over. En waar zit dan het sleutelelement eigenlijk om die controle te krijgen? Ik denk dat een van de sleutelelementen is dat we ter plaatse nog meer zouden moeten kunnen doen. En als je in een geografisch groot gebied bent, ja, dan moet je eigenlijk meer van die isolatieafdelingen kunnen gaan plaatsen dicht bij waar dat de gevallen zijn. Dat moet zeer mobiel zijn. Het kan niet zijn dat je heel veel kilometers moet gaan afleggen om een ebola-patiënt te gaan isoleren. Want natuurlijk iedereen die samen in de auto zit, in het transport zit, die heeft meer risico om geïnfecteerd te geraken. Ik denk dat daar een zeer grote uitdaging ligt. Ja, er zijn nog wat symptomen tussen ebola en malaria die gelijk lopen. Men vertelt mij dat er in Afrika nogal veel malaria-patiënten terechtkomen in ebola-centra en eigenlijk daardoor ja, verkeerd behandeld worden. Inderdaad, en het is niet gemakkelijk om het onderscheid te maken tussen malaria en ebola op een plaats waar dat je geen toegang hebt tot de diagnostiek. Vandaar dat het op enkele plaatsen al beschikbaar is, waar die ebola-diagnostiek heel snel kan gebeuren en dat men heel snel de malaria-gevallen van de ebola-gevallen kan gaan onderscheiden. Het is een van de redenen waarom dat mensen niet naar een ziekenhuis komen. En die zeggen van ja, als ik een ziekte heb die toch kan behandeld worden en men kan deze niet diagnosticeren en men legt mij in die isolatieafdeling, dan is dat een doodvonnis. Vandaar dat die snelle diagnostiek een van de essentiële punten is. Ja, Artsen zonder Grenzen, u hebt ze al genoemd, die zijn hinder ter plaatse. Die zeggen van eigenlijk kunnen we ook militaire hulp gebruiken, wat vreemd is in een omgeving van geneeskunde. Maar ze verwijzen naar chemische oorlogsvoering, waar eigenlijk dezelfde soort veiligheidsmaatregelen gebruikt worden. Is dat een haalbare aanpak om te zeggen van we moeten het leger inzetten? Wel, in deze, zoals ik al zei in het begin van het gesprek, is het aankleden en uitkleden is eigenlijk een militaire bezigheid. Daar heb je discipline voor nodig om het te kunnen doen. En bovendien is de organisatie van zo'n isolatieafdeling, van een afdeling waar je patiënten gaat gaan leggen, is een vrij gestructureerde zaak. Dus militairen die zouden dat kunnen doen, maar uiteraard moeten die militairen zijn die daar ook in getraind zijn. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten zijn er grotere detachementen die daar al in getraind zijn. En natuurlijk dat die de mensen kunnen gaan inzetten. Ja. Kunnen we verwachten dat een epidemie zoals ze nu vorm krijgt, eigenlijk ook de farmasector aanzet om meer inspanningen te leveren om daar een geneesmiddel voor te ontwikkelen? Wel, dat hebben ze eigenlijk al gedaan. Hè. Er zijn heel veel firma's, heel veel biotechfirma's die al bezig waren met ebola, maar die uiteraard wat moeilijker hadden om dat te gaan ontwikkelen. Maar er zijn grote farmaceutische bedrijven die bezig zijn met de ontwikkeling van vaccins en dergelijke meer. Niet alleen uit humanitaire overwegingen, denk ik, maar ook omdat we in de toekomst misschien nog met dergelijke epidemies te maken hebben. En dat dit soort onderzoek zeker kan dienen naar toekomstige nieuwe vormen van onderzoek, nieuwe methodes van onderzoek. Dus we gaan hier heel veel uit leren uit een dergelijke epidemie. Ja. Is het correct dat eigenlijk de basisdrager een vleermuis is van die ebola-virussen? Hoogstwaarschijnlijk wel. We weten dat met zekerheid van een ander virus, Marburg-virus, die nu ook aanwezig is in Oeganda. Daar zijn enkele gevallen van Marburg-koorts. En we weten ook dat bij ebola dat het zo is dat we van de fruitbat, van die vleermuis, dat we daarin antistoffen kunnen gaan vinden. Dus we vermoeden dat dat de drager zal zijn van ebola-ziekte. Ja, een laatste punt. Er zijn nogal wat medische teams die vertrekken vanuit Europa naar Afrika. Die mensen lopen hen natuurlijk ook wel een groot risico. Het is veronderstel ik een ethisch uitgangspunt als die mensen besmet worden, dat wij ze terug hier in Europa opvangen. Ik denk dat dat een reflex is die onze overheid ook al van in het begin van de epidemie had, dat zou een Belg besmet worden met ebola, dat men die ten alle kosten inderdaad in een Europese setting wou gaan behandelen. Of dit dan nu in het binnenland of het buitenland zou zijn, hè, maar in ieder geval in een centrum die geavanceerde zorgen kan geven, dat zal de toekomst nu uitwijzen. Ja, afrondend,
Het is een kwestie van middelen inzetten om die epidemie sneller in te kunnen perken? Het is zeker een meer middelen inzetten, meer mensen ter plaatse inzetten om die epidemie snel de kop te kunnen indrukken nu. Ja. Goed, oké, dan moet ik u bedanken voor uw analyse, professor Callens. Graag gedaan.